Ja, die belangrijke wedstrijd komt eraan. Ja, dus mensen vragen dan aan mij, Harry, hoe leef jij naar zo'n wedstrijd toe? Ja, ik kan je wel even vertellen hoe mijn ritueel is voor zo'n belangrijke Champions League of een interland, een Nederlands elftal. Doe ik altijd hetzelfde. Nou, let op. En ga dat ook doen, want volgens mij brengt dat ook nog een beetje geluk. Nou, let op. Ik ga altijd, omdat ik dan toch een beetje nerveus ben, ga ik eerst even lekker douchen. Dan begint het mee. Uitgebreid, hè? Lekker lang, even lekker douchen. En als ik, ja, en dan komt hier, want mijn maag, die heeft natuurlijk enorme spanning. Want ik kan niet echt zwaar eten, want komt er zo uit als een brandslang. Dus wat licht eten. Pannenkoek. Ja, een pannenkoek. Een dun pannenkoek. Twee dunne pannenkoekjes. Meer dan genoeg. Licht eten. Dat is hem. En daarna neem ik nog even, een dubbele espresso. Want dan blijf ik scherp. Ja, dan op een holletje. Was ritueel, hè? Op een holletje naar de wc. Even die blaas goed leegmaken. Ja. En dan zit dit kereltje kakelvers op de bank en is je helemaal klaar voor die wedstrijd.